Oké, hartelijk welkom. In de eerste plaats moet ik hier zeggen dat ik mij richt tot de Telenet-klanten. Waarom? Omdat ik je hier ga tonen hoe je kan gaan verbinden met Telenet Wifi, zodanig dat je overal waar een Telenet Wifi hotspot is, dat je op het internet kan. We gaan hier werken met een mini AP, zoals je ziet, en deze is uitgerust met één wifi radio. Waarom zeg ik dat? Omdat wij twee wifi radio's nodig hebben. Het verbinden met Telenet Wifi als client, en wij moeten ook een access point hebben die de SSID gaat gaan uitzenden, zodanig dat de clients, u bijvoorbeeld, kan gaan verbinden met dit netwerk. Ik gebruik als voorbeeld nu de mini AP, maar je kan ook een SXT gaan gebruiken of een Groove. Om het eender welk toestel van MikroTik kan je gaan gebruiken om in te loggen op Telenet Wifi. Goed, wij gaan eerst en vooral deze configuratie gaan uitvoeren met een toestel die is uitgerust met één wifi radio. Laat ons eerst en vooral even kijken naar de tekening vooraleer we de punten gaan aansnijden. Dit is hier onze tekening en stel je voor, dit is ons Telenet Wifi Access Point. Wat wil ik hier gaan doen? Ik wil gaan verbinden. Deze zendt de SSID uit en ik wil gaan verbinden met de mini AP op Telenet Wifi, maar ik wil ook een access point gaan configureren, want ik wil kunnen gaan inloggen, draadloos inloggen met de laptop of tablet of GSM, allemaal gelijk, maar ik wil dus ook dat ik hier een netwerkkabel kan gaan inpluggen en dat ik hier internet heb. Wat moet ik hiervoor doen? Aangezien de mini AP maar beschikt over één wifi radio, moet ik in de eerste plaats een virtueel access point gaan configureren en ook met de hardwarematige radio ga ik als client gaan installeren. Want ik moet kunnen gaan verbinden met Wifi, maar ik wil dus ook gaan verbinden met de laptop op dit access point. Goed, en dit gaan we nu stap voor stap gaan bekijken hoe dit moet. Punt 1. Neem een export van de default firewall en reset de router zonder default configuratie. We gaan dus de firewall gaan terug importeren in onze configuratie en hiervoor gaan we nu een export gaan uitvoeren zodat ons netwerk veilig blijft. Dit is hier nu onze mini AP. Ik ga dus eerst en vooral even naar IP firewall. En we zien de firewall is aanwezig en ook de NAT-instellingen gaan we mee exporteren. Ja, oké, dat is het gemakkelijkste dat we kunnen doen. Dus wat gaan we doen? We gaan naar New Terminal en ik ga hier IP firewall gaan ingeven. En nu zeg ik dus export file is gelijk aan firewall bijvoorbeeld. En ik klik op enter en we gaan hier eerst naar files. We zien firewall.rsc is dus hier toegekomen. Wat moet ik gaan doen? Ik sleep deze gewoon hier naar mijn bureaublad. Wat gaan we nu doen? We gaan dus naar system, reset configuration. Ik ga dus het paswoord dat ik heb ingegeven, ga ik behouden. En ik klik No Default Configuration aan. Dit wil zeggen, onze mini AP
gaat met geen enkele configuratie meer on board zitten. We gaan vanaf nul beginnen. Ik klik op reset en ik bevestig met yes. Punt 1 is hiermee uitgevoerd. Punt 2, maak een bridge aan, genaamd BridgeLAN, en plaats de interface Ether 1 en Ether 2 in deze bridge. Dit is terug onze mini AP. Ik ga naar bridge. Wat is hier BridgeLAN? Dat is hier onze bridge. En ik ga de poorten Ether 1 en Ether 2 gaan we in deze bridge gaan plaatsen. Punt 2 is hiermee uitgevoerd. Punt 3. Geef de bridge het IP-adres 192.168.101/24 en configureer DNS op de router. Dit is terug onze mini-AP. Ik ga naar IP-adresses en ik klik op plus. Welke interface hebben we nodig? BridgeLAN. En ik ga hierin geven 192.168.101/24 en ik klik op apply en oké. Wat moet ik hier nog gaan doen? Ik ga naar IP DNS en ik ga naar static. We gaan hier de naam ns1.home gaan ingeven, maar de naam doet er niet toe. Wat doet er wel toe? Wij gaan hier 192.168.101 gaan ingeven, want ik wil dat de router fungeert als DNS-server voor zijn eigen netwerk, voor ons privaat netwerk. Dus wat doe ik hier? Dit is hier in orde en we gaan allo remote requests gaan aanvinken en we klikken op OK. Punt 3 is hiermee uitgevoerd. Punt 4. Configureer een DHCP-server op de bridge. En de DHCP-server gaat ervoor zorgen dat iedereen die wil gaan verbinden met uw netwerk, dat deze automatisch een IP-adres worden toegewezen en de nodige parameters om op het internet te gaan. Dit is terug onze mini-AP. Ik ga naar IP, DHCP-server en ik klik op DHCP-setup. De interface die ik moet hebben is hier BridgeLAN. Ik klik op Next en ik zit hier op het juiste netwerk. Ik klik op Next. Next. Ik ga hier niet veel uitleg over geven, want ik heb dit al in verschillende tutorials uitgelegd. Dus ik klik op gewoon op Next. De DNS-servers is zeer belangrijk. We gaan de eerste DNS-server gaan ingeven, 192.168.101, onze router, en bijvoorbeeld 8.8.8.8. Next, lease time 10 minuten is goed en oké, onze DHCP-server is geconfigureerd. Punt 4 is hiermee uitgevoerd. Punt 5, maak een security profile aan, genaamd WiFree, zodat je kan verbinden met Telenet WiFree. En wat heb je hier nodig? Je hebt het e-mailadres van Telenet nodig en je login gegeven, dus uw paswoord van uw Telenet. Dit is terug onze mini-AP. Ik ga nu naar wireless en hierbij security profile. Ik ga dus een nieuwe profile aanmaken. De profile WiFree. En wat moet ik hier nu gaan doen? Mode dynamic keys. Hier moeten we WPA2 EAP gaan aanvinken en TKIP. De supplicant identity, dit is uw e-mailadres van Telenet. Dus geef hier je e-mailadres in van Telenet.
We klikken nu op Apply en nu gaan we naar EAP. En wat moet ik hier hebben bij EAP-methode? Gaan we hier voor EAP TTLS MSChop versie 2. Dit moeten we niet gaan hebben en hier gaan we als gebruikersnaam terug uw e-mail van Telenet gaan ingeven. En bij MSChop versie 2 paswoord moeten we het paswoord gaan ingeven van Telenet. Zeer belangrijk. Dus uw paswoord van Telenet. Zo. En ik klik op Apply en OK. Punt 5 is hiermee uitgevoerd. Punt 6. Maak een tweede security profile aan, genaamd Private. En dit moeten we gaan gebruiken om ons access point te gaan beveiligen. Dit is terug onze mini-AP. We gaan dus een tweede security profile gaan aanmaken. Profile private. Mode dynamic keys. En we gaan voor WPA2 pre-shared key. En hier moet je dus een paswoord, een sleutel gaan ingeven tot 63 karakters. Ik ga hier natuurlijk geen 63 karakters gaan ingeven, want dit is hier een demonstratie. Ik klik op Apply en OK. Punt 6 is hiermee uitgevoerd. Configureer een virtueel access point, genaamd Private, met als SSID My Wi-Fi en selecteer de Security Profile Private. Dit is terug onze mini-AP. Ik ga nu naar Wi-Fi interface en ik ga dus een virtueel access point aanmaken. Dus ik klik op virtual en we gaan hier mode access point, hè, want wij moeten gaan verbinden met onze gsm of ons tablet, noem maar op. Wij gaan hierop gaan verbinden. Dus wat ga ik doen bij general? Kan ik hier zeggen van WLAN private, bij wireless mode AP bridge en hier de SSID is my Wi-Fi. Ik noem hier maar wat. En de master interface is WLAN 1. Dat klopt dus. Goed, de security profile dat ik hier moet ingeven is profile private. En hier moet ik niks meer aan doen. Ik klik op apply en OK. Punt 7 is hiermee uitgevoerd. Punt 8. Plaats dit virtueel access point in de bridge. Dus wat gaan we doen? Wij hebben een bridge LAN aangemaakt. En dit is ons privaat netwerk. Dus wij gaan dit access point gaan we in deze bridge gaan plaatsen. Dit is nu onze mini-AP. Ik ga naar bridge, ports. En ik ga nu hier de interface. WLAN private ga ik in deze bridge gaan plaatsen. Punt 8 is hiermee uitgevoerd. Punt 9. Maak 3 interface lists aan. Genaamd WAN, LAN en Discover. En plaats de juiste interfaces in deze list. Dat is terug onze mini-AP. Ik ga nu naar interfaces en we zien interface list staan. Wat ga ik doen? We gaan dus eerst de list gaan aanmaken. Dus de list 1. De list LAN. En we gaan ook een list Discover gaan aanmaken. En wat gaan we hier doen? We gaan dus gewoon hier op plus klikken. En wat behoort hier tot de WAN? Niet Ether 1, maar WLAN 1. Want deze gaat verbinden met Telenet Wi-Fi. Dit is onze WAN interface. En we gaan bij LAN
Wat moet ik hier geven? De BridgeLAN. Want dit is ons privaat netwerk. En oké, als Discover, we hebben nog een list, Discover, ga ik de BridgeLAN gaan ingeven. Oké, dit is nu ook uitgevoerd. Punt 9 is hiermee uitgevoerd. Punt 10, zorg ervoor dat alleen de LAN-interface de MikroTik Discovery ontvangt en beveilig de router. Ik ga hier niet volledig deze mini-AP gaan beveiligen. Ik heb al een uitgebreide tutorial gegeven hoe je deze kan gaan beveiligen. En indien je dit nog niet weet, zou ik je aanraden om ook deze tutorial even te bekijken. Goed, maar we gaan dus eerst een basisbeveiliging gaan uitvoeren. Dit is hier nu onze mini-AP terug. Wat wil ik gaan doen? Ik ga dus eerst en vooral naar IP, Neighbors, en we zien Discovery Settings. Wat wil ik hier? Dat alleen Discover op de interface Discover mag er uitgezonden worden. Dus ik klik hier gewoon Discover. En wat ga ik nog gaan doen? Ik ga dus naar IP services en ik ga al deze services gaan uitschakelen behalve Winbox. En voor de rest ga ik hier niet alles gaan behandelen, maar dit is toch al een basis om je MikroTik, ja, hier de mini-AP te gaan beveiligen. Punt 10 is hiermee uitgevoerd. Punt 11, importeer de default firewall en maak twee firewall rules aan die DNS-aanvragen vanaf de WAN blokkeert. Dit is terug onze mini-AP. Wat ga ik doen? We gaan dus eerst naar Files en ik sleep firewall.rsc hier in de filelist. En wat gaan we nu doen? We gaan naar New Terminal en ik zeg hier import file is gelijk aan firewall.rsc en ik klik op enter. En we zien script file loaded en execute successfully. Dus als we nu naar IP firewall gaan, hebben we de import van de firewall uitgevoerd. Nu, er wordt ook gevraagd om twee firewall rules aan te maken om DNS aanvragen van buitenaf, dus vanaf de WAN interface, te gaan blokken. Dus ik ga bij filter rules een nieuwe rule gaan aanmaken en dit is in de input chain protocol is UDP, destination port is 53, want de poort 53 wordt gebruikt voor DNS en de in-interface list is de WAN interface en action drop. Command drop DNS request from WAN en ik ga hier tussen haakjes UDP. Ik zeg hier apply en copy en ik ga dat ook gaan doen voor TCP. Zo. En we gaan hier terug command TCP. Zo. Oké. En dit zijn de firewall rules die we gaan gebruiken. En we gaan deze toch wel wat bovenaan gaan plaatsen. Hiermee is nu onze firewall geïmplementeerd en ik heb hier twee extra firewall rules aangemaakt. Punt 11 is hiermee uitgevoerd. Punt 12, verbind met WLAN 1 op Telenet Wi-Fi en configureer de DHCP client op WLAN 1. Dit is hier terug onze mini-AP. We gaan naar wireless. Ik ga deze inschakelen en we gaan dus gaan scannen naar Telenet Wi-Fi.
vanaf de wielaan 1. Oké, goed, start. En we zien hier een signaal, min 70, telenet wifi. En we gaan verbinden. Oké, goed. Wat moet ik hier nu gaan doen? Ik ga terug naar hier ons station, want dit is onze, ja, onze telenet wifi client. Wat moet ik hier doen? Wij moeten hier de security profile wifi gaan ingeven. En we gaan kijken hier, apply. En hier moet er normaal gezien een verbinding komen. Zie je? Connected to the SSID. En wat wordt er nog gevraagd? Ik moet een DHCP client gaan configureren op de WLAN 1 interface. Dus ik ga naar IP, DHCP client, en ik klik op plus. En hier selecteer ik WLAN 1. Dus voor alle duidelijkheid, deze interface is verbonden met Telenet Wifi. En ik klik op Apply en OK. En we zien, ogenblikkelijk krijg ik hier een IP-adres toegewezen. Nu we dit hebben gedaan, ga ik eerst en vooral even kijken. New Terminal. Ping. Google.com. En ik heb een ping reply, wat wil zeggen dat ik een internetverbinding heb en onze DNS werkt ook. We gaan dus even naar de PC. Dit is nu onze PC. Ik ga gaan pingen naar 8.8.8.8. Ik heb een ping reply en ik ga dus ook gaan pingen naar google.com. DNS werkt ook en ik ga nu IP config /al gaan ingeven en we zien, ik heb dus een IP-adres verkregen, 192.168.102.54. De default gateway is het IP-adres van de router, is 192.168.101, zo ook de DHCP-server en de DNS-server. Goed, oké. Dit was dus de tutorial over Telenet Wifi verbinden met een toestel met één wifi radio. En we zien hier, punt 12 en 13 zijn uitgevoerd. En op deze manier hoop ik je toch geholpen te hebben om te gaan verbinden met Telenet Wifi en je kan op het internet. Oké, hopelijk zie ik je terug in een volgende tutorial. En indien je deze tutorial interessant vond, geef me een thumbs up. Dit is, ja, uiteraard een grote aanmoediging om verder te gaan met deze tutorials. Dank u en wat mij betreft tot de volgende tutorial.